Dit is Ondernemen en Os, de podcast. Met vandaag Hans van der Lee, CEO van de postbode. Hans, dit vind ik het leukste aan ondernemen. Omgang met mensen. Mijn grootste inspirator is... Uh, mijn vrouw Caroline en Ton Goedmakers, uh, mede-oprichter van VBGO. Vrienden zou je omschrijven als... Sociaal en gezellig. Hier ben je het meest trots op. Huis wat ik gebouwd heb. Je favoriete hobby. Uh, reizen en wandelen. Dat is Dit maakt mij een goede ondernemer. Openstaan voor uh, nieuwe ideeën en ik denk ook de omgang met mensen. Overleefd. Welkom. Dankjewel. Ondernemen in Os is een initiatief van ondernemersvereniging Tibo en de gemeente Os. Ja, dat is een mooi begin. Welkom ook Frank den Broek, wethouder economie van de gemeente Os. Hans, om gewoon bij het begin te beginnen. Wat doet de Postbode? Naast natuurlijk postbezorgen. Ja, de naam zegt het al inderdaad, de Postbode. Wij bezorgen post, maar het is niet alleen het bezorgen van post. Wij maken ook post, dus printen, verpakken, sealen. En daarnaast gaat post ook digitaal, dus dat... Dat doen wij ook. Digitaal verzenden van posten, digitaal ontvangen van posten en vervolgens post maken. Ja, een maatschappelijk verantwoord ondernemen Frank, is natuurlijk een hele populaire ja, term. Uh, hoe kijk je naar ondernemers Hans van der Lee? Ja, ik vind Hans daar echt een pionier in. Hij was een van de eerste die daar een OS mee aan de slag uh, ging. En uh, als ik kijk hoeveel mensen met een afstand op de arbeidsmarkt bij Postbode werken, ja, dat is het vrij uh, indrukwekkend. Ze doen ook uh, werk wat, wat, wat wij misschien bijvoorbeeld een beetje repetitief uh, zouden vinden: posten in bakjes doen en sorteren. Maar iemand uh, met iets binnen het autistische spectrum, die vindt, die, die, die vindt dat fantastisch. En die wil, wil dat het dat alles perfect uh, in orde is. Nou, ik vind het ontzettend knap dat hij daar uh, kans heeft ontdekt. Waar veel werkgevers zeggen van ja, zo'n mensen vind ik toch lastig om een dienst te nemen. Of ik weet niet wat ik mee aan moet. Ja, wat zijn dan de grootste uitdagingen, Hans? Om met die mensen te werken? Ja, dat geeft eigenlijk niet zoveel uitdagingen. Um, uh, althans, in de positieve zin van het woord. Um, het, is het geeft ons elke dag energie. Het geeft elke dag energie. Hoe blij dat die mensen zijn dat ze bij ons mogen werken. Um, hoe blij dat ook bijvoorbeeld ouders zijn uh, dat, uh, dat hun kinderen bij ons uh, kunnen werken. Um, ja, dat is gewoon... Ja. En dat brengt ook vrolijkheid bij klanten, denk ik, hè? Ja, onze mensen zijn onze ambassadeurs en wij krijgen ontzettend leuke reacties van klanten. Een leuke anekdote is dat een van onze mensen die post ophaalt, die komt bij een klant en die, die vindt gewoon dat hij met zijn auto altijd de post mag ophalen op de directieplaats. En um, daar is de directie van dat kantoor het helemaal mee eens. En als de directeur toevallig waagt om zijn auto op zijn eigen plek te zetten, rond vier uur, als wij de post op komen halen, ja, dan krijgt hij een opmerking van onze bezorger. En dat is wel, uh, ja, dat is wel bijzonder. En iedereen kent ook Leo, onze fietsende postbezorger. Ja, die, die, daar krijg ik ook constant opmerkingen over... dat hij weer koffie heeft gedronken... of dat ze zo gezellig vinden dat hij langskomt. Dus ja. En dat dat... dan is het wel leuk ook om jullie bedrijf op uh, social media te volgen. Want ook via je ja. Instagram-account bijvoorbeeld... kun je Leo echt volgen dat hij ja. <laughs> ja. post-opdromming ja. ja. is... Ja. dat hij vandaag weer meemaakt. Dat ja. is heel erg ja. leuk om te zien. Ja. De beste adviezen die je als persoon hebt gehad... waar denk je dan aan? Wie heeft jou het meest gemotiveerd gestimuleerd... of een mooie citaat gegeven? De, de beste tip die ik gehad heb... Um, is van uh, Ton Goedmakers. Uh, die, die zei, voordat ik met mijn eigen zaak begon, ik had verteld van, yo, ik ga iets in Pol doen. Hij zegt, wat je nou moet doen, zegt hij, is je gaat naar huis, en dan schrijf je op de muur drie dingen die je heel belangrijk vindt. Drie dingen waaraan je de, de, de jaren als ondernemer vast wil houden. En dat heb ik gedaan en dat, is, dat heeft heel goed gewerkt. Dat was echt een hele goede tip. Ja, en uiteindelijk wordt natuurlijk ook uh, je bedrijf vestigd in een omgeving, een ondernemende omgeving, waar je natuurlijk ook uh, je business kan uitvoeren, je, je, je doelen kan realiseren. Waarom dan de Gemeente Os? Waarom de Gemeente Os? Omdat ik een uh, geboren en getogen ossenaar ben. Um, en de Gemeente Os was mijn allereerste klant. Uh, sterker nog, wij zijn hier met het bedrijf begonnen op de derde verdieping van het gemeentehuis. Als je kijkt naar de tegenslagen, wat waren voor jou moeilijkere momenten, uitdagende momenten in het ondernemerschap? De grootste uitdaging was um, in het jaar 2011. Toen deden wij heel veel voor Selectmail. Uh, daar hadden wij, denk ik, 200 uh, bezorgers voor op de weg. Um, daarmee uh, hadden we ruimtetekort. Toen zijn we een pand gaan bouwen aan de Angelenweg. In dezelfde week dat ik de handtekening zette, uh, ging Selectmail failliet. Dus toen hadden we en een heel groot pand, en wat eigenlijk veel te groot was, en te weinig bezorgers. Dus dat gaf bij ons echt wel een boost: van en nou zullen we echt door moeten. En dat zullen we echt flink moeten groeien, want anders is het pand veel te groot. En wat zijn dan nu jullie bedrijfsdoelen? Nu is ons bedrijfsdoel vooral klaarmaken voor de toekomst. En dat wil zeggen klaarmaken voor de, de hele digitale omslag. Want we zijn nu een postbedrijf wat ook digitaal werk doet. Ja, over tien jaar zijn we een digitaal bedrijf wat ook postwerkzaamheden doet. En wat zou jouw tip zijn, Hans, voor een start ondernemer die nu kijkt... Of een uh, MKB-ondernemer, of misschien wel een, een grotere ondernemer. Wat is jouw uh, meest waardevolle tip voor hen? Ik zou zeggen netwerken. Netwerken zoals bij Thibault. He, we hebben het afgelopen week weer gezien. hele leuke bijeenkomst. De osse ondernemer is makkelijk toegankelijk. Ja, ook graag, Hans. Ondernemers ook elkaar graag. Merk je? Ja, keer. maar ook zo'n business gala. Dat is ook, ook, ook een, een event waarvan, ja, wat gewoon, eigenlijk ook, wat, wat natuurlijk het is een gala, maar het is wel laagdrempelig. Um, ja, ik, ik denk vooral netwerken en mensen leren kennen. Is er nog iets um, wat je niet hebt verteld of waar je zegt, dat vind ik wel heel erg leuk om misschien los te laten om andere ondernemers te inspireren, uh, kennis te delen of gewoon iets los te laten over mijn bedrijf in deze? Wat ik altijd heel belangrijk vind is uh, als ondernemer, um, blijf bij jezelf. Doe niet mooier als dat je bent, maar doe ook niet minder dan dat je bent. Uh, ben je gewoon een puur mens. En dan denk ik dat je, ja, dat je heel ver komt, ook als ondernemer. Ja, ik neem aan dat je er uh, aan aansluit, Frank. Ja. Heb je nog een toevoeging? Nee, mooie woorden. Uh. Nou, dan denk ik dan om daarmee afronden. Jullie bedankt voor het kijken en graag tot kijk.